Goedemiddag allemaal. Welkom op ons webinar over de impact van de coronacrisis op de Belgische economie. Ik denk dat we stipt op tijd kunnen beginnen. Mijn naam is Geert Langenhuis en ik ga jullie samen met Xavier de Bruin, mijn goede collega, toelichten wat we momenteel weten over die impact. Ik zal Nederlands spreken, Xavier zal Frans spreken en de slides zijn in het Engels. Zo is er voor elk wat wils. Er is ook een mogelijkheid om vragen te stellen via het Q&A-raampje dat jullie normaal moeten zien in de Teams-toepassing of in het Teams-webblad. Ik zie het niet omdat ik mijn scherm deel, maar ik vertrouw erop dat jullie het wel hebben. Aarzel niet om vragen in te sturen. Ik begrijp dat jullie met heel veel zijn, dat jullie heel talrijk zijn. Waarvoor dank. Dus ik weet niet of we alle vragen gaan kunnen antwoorden, maar we hebben heel capabele mensen in onze back-office. Dag Geoffrey, dag Koen, die de interessantste vragen aan mij en aan Xavier gaan doorspelen. Of de moeilijkste vragen, dat valt nog te bezien. We gaan in essentie vandaag drie dingen doen. Eén, ik zal proberen meten hoe groot de initiële impact, dus de initiële schok voor de Belgische economie is. Dus wat is de huidige schade eigenlijk van de lockdown? Vertrekkend daarvan zal Xavier dan overnemen en zal jullie vertellen welk scenario er gemaakt is, samen met de collega's van het planbureau trouwens, voor de vooruitzichten voor de Belgische economie. Het is een technisch scenario, geen echte raming. En dan kom ik op het einde bij jullie terug om een aantal indicaties te geven van mogelijke persistente of permanente schade aan de economie. Beginnen bij het begin. Wat is de huidige impact van de schok? Laat mij eerst zeggen dat veel van wat we jullie vandaag gaan tonen, eigenlijk alles van wat we jullie vandaag gaan tonen, is gebeurd in het kader van de zogenaamde Economic Risk Management Group. Dat is een beetje een weird animal. Dat is opgericht om de gevolgen effectief van de coronacrisis voor de economie te bestuderen. Het bestaat vooral uit de sociale partners en het wordt voorgezeten door onze gouverneur Pierre Wunsch en Piet van Themsen. Xavier en ikzelf werken eigenlijk vooral in onderaanneming voor die expertengroep. Er is heel wat vraag in de media, begrijp ik, of naar meer transparantie over wat er allemaal gebeurt in die ERMG. Het is niet dat we heel veel te verbergen hebben, trouwens. Maar bepaalde journalisten vragen ons om bijvoorbeeld PV's te delen en mails te delen die in het kader van de ERMG worden uitgewisseld. Dus ik dacht, laat ik daar vandaag maar mee beginnen. En u ziet hier een uittreksel uit een e-mail die ik naar Pierre Wunsch heb gestuurd, al op 18 maart 2020, dus heel kort na de lockdown. Ik denk dat het duidelijk is van in het begin, of het was althans voor ons duidelijk van in het begin, dat we met een ongezien zware schok te maken hadden op de economie. Dat het referentiepunt eigenlijk niet de globale financiële crisis of de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 was, maar eerder de grote depressie van de jaren 30. En om dat wat duidelijker te illustreren, nodig ik jullie uit om te kijken naar de grafieken over het gebruik van tijdelijke werkloosheid. Links, op de grafiek links, ziet u een tamelijk lange tijdreeks daarover. En u ziet dat het maximaal niveau dat ooit is bereikt qua gebruik van tijdelijke werkloosheid ongeveer 226.000 was. En dat was natuurlijk precies tijdens de grote recessie. Als u nu rechts kijkt, en de verhoudingen zouden normaal dezelfde moeten zijn, ziet u de huidige aanvragen voor tijdelijke werkloosheid in maart en in april van dit jaar. Het gaat om aanvragen, dus niet noodzakelijk het eigenlijke gebruik van tijdelijke werkloosheid. En zoals u weet zijn er sommige mensen deeltijds, andere mensen voltijds tijdelijk werkloos. Dus je moet dat niet onmiddellijk vertalen naar fulltime equivalents. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld de RVA onlangs heeft geraamd dat in maart ongeveer 900.000 tijdelijk werklozen zouden zijn. Dus 900.000, dan spreken we eigenlijk over 4 keer de grote recessie. Ik stel dan ook voor dat we in onze publicaties, jaarverslagen enzovoort, en niet meer over de grote recessie van 2008-2009 spreken, maar eerder over de kleine recessie. Dus het komt er dan op aan om heel precies te weten wat de eigenlijke schade is die de lockdown momenteel veroorzaakt voor de Belgische economie.
We hebben daar een heel aantal indicatoren, nieuwe indicatoren voor, omdat onze traditionele statistische instrumenten altijd met wat vertraging komen en niet altijd beschikbaar zijn op het moment dat we ze zouden willen hebben. Dus we kijken naar wat meer, hoe zou ik zeggen, exotische indicatoren, zoals bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik in België, zoals ook het gasverbruik van de grote industriële afnemers, zoals het vrachtverkeer op de wegen. Je kan het zo gek niet bedenken of we kijken daarnaar. Maar het probleem is, of de vaststelling liever, is dat al die indicatoren eigenlijk in dezelfde richting gaan, namelijk in de richting van een ongemeen zware schok, zoals ik er in elk geval in mijn carrière nooit één heb gezien. Ons belangrijkste instrument om die schok een beetje in kaart te brengen zijn de enquête die we wekelijks met de hulp van de werkgeversfederaties en de federaties van zelfstandigen uitvoeren. En in die enquête, je hebt daar waarschijnlijk al persberichten en zo over gezien, in die enquête vragen we wekelijks naar, uiteraard in eerste instantie, wat is het effect van de schok van de coronacrisis op jullie omzetcijfer, op jullie verkopen, waar we dan natuurlijk de schade aan de economie, aan de productie enzovoort uit afleiden. En u ziet daar, ik heb ze op grafiek gezet, van week 1 tot week 8, dus waar het persbericht gisteren over is uitgestuurd. U ziet daar een merkwaardige stabiliteit. We zijn begonnen met ongeveer 33% en dat is nu 31%. Dus je kan eigenlijk zeggen dat de lockdown betekent dat ongeveer 1/3 van de particuliere sector of van de privésector in de Belgische economie verdwenen is, of op slot is of gesloten is, hoe je het wil uitdrukken. En die stabiliteit is eigenlijk goed nieuws en slecht nieuws. Goed nieuws vooral in het begin van de periode, omdat we in het begin eerder vreesden dat dat nog ging verergeren. We kregen signalen van verschillende federaties, van verschillende bedrijven, dat er meer en meer absenteïsme was op de werkplaats. Dus u herinnert zich, dat was de periode dat doktersvoorschriften voor 2 weken gewoon konden worden verkregen via de telefoon eigenlijk. Er was natuurlijk ook de vrees om, als ik naar het werk ga, ga ik niet besmet worden enzovoort. Er was het systeem van tijdelijke werkloosheid, zoals ik jullie daarnet heb getoond, wat beschikbaar was en waar een heel aantal premies bij kwamen, onder andere in Vlaanderen bijvoorbeeld, betalen van energierekeningen en die smeer, waardoor het verschil tussen werken en niet werken op een gegeven moment tamelijk klein werd, of althans voor sommige inkomensgroepen. Wat dus betekende dat er een grote druk was op de werknemers om eigenlijk niet meer te komen werken. Dus wij vreesden in het ergste scenario in het begin dat omzetverlies eigenlijk nog zou toenemen, omdat meer en meer ondernemingen gedwongen gesloten werden, niet door de wetgever, maar eerder de facto, omdat het personeel niet meer kwam om te dagen. U ziet dat eigenlijk nog meeviel. We hadden wel een uitschieter van 36% op een gegeven moment, maar uiteindelijk is dat allemaal tamelijk constant gebleven. Waarom is dat ook slecht nieuws? Wel, het is vooral slecht nieuws op het einde van de periode, omdat, zoals u weet, sinds een tweetal weken de economie weer gedeeltelijk open is gegaan. Dus dat geldt in eerste instantie voor de business-to-business toepassingen vanaf 4 mei. Maar zoals u weet zijn ook de winkels, de niet-voedingswinkels, weer open vanaf 11 mei. Dus er was wel de verwachting, of misschien eerder de hoop, dat in de laatste 2 enquêtes het omzetverlies toch wel wat zou verkleinen. En u ziet dat misschien wel een beetje het geval is, hè, als je daar de trend bekijkt. We zitten iets lager dan in de vorige 6 observaties. Maar het is natuurlijk geen grote verbetering. Dus het omzetverlies blijft bijzonder groot, eigenlijk ook nog 2 weken na de exit. En dat is natuurlijk wel een teken dat je de economie wel vrij makkelijk op slot kan doen, maar dat het een tijdje duurt vooraleer de economie weer op gang wordt getrokken. In ons laatste persbericht hebben we dat een beetje vergeleken met de revalidatie van een COVID-patiënt zelf. Ook dat duurt een tijdje. Voor de economie is dat eigenlijk hetzelfde. Het duurt een tijdje vooraleer we opnieuw op kruissnelheid geraken.
In de volgende slide ziet u dat de schade uiteraard niet constant is tussen de sectoren. Er zijn sectoren die wat minder schade hebben en sectoren die veel meer schade hebben dan die 33%. Ik heb zelf het geluk in de financiële sector te werken. U ziet dat daar eerder aan de rechterkant van de grafiek, waar het omzetverlies heel goed meevalt. Aan de andere kant, de linkerkant van de grafiek, zie je dan de grootste slachtoffers van de huidige crisis. Alles wat met evenementen, organisatie van evenementen te maken heeft, alles wat met horeca te maken heeft. Uiteraard de non-food retail tot een week geleden. Daar zijn de omzetverliezen veel en veel groter dan het gemiddelde voor de Belgische economie. Ik profiteer van de gelegenheid om te zeggen dat de heel gedetailleerde informatie over de fijnere sectorindeling ook beschikbaar is op onze website. Ik heb het niet allemaal op slide kunnen zetten omdat het dan onleesbaar zou worden, maar je kan eenvoudigweg naar onze website gaan en daar klikken op gedetailleerde tabellen en daar zie je alle variabelen, of toch de meeste variabelen per kleine deelsector. Dan kom ik tot de volgende slide en daar kijken we naar het omzetverlies door de coronacrisis, uitgesplitst naar soort van onderneming en vooral naar grootte van onderneming. Hier ziet u dat eigenlijk, als je naar de linker staafjes kijkt, dat eigenlijk de kleinste ondernemingen, en ook de zelfstandigen dan natuurlijk, de heel kleine ondernemingen, dat die de grootste schade lijden. Dus de blokjes, de zwarte, donkerrode en lichtrode blokjes, die wijzen op een groot omzetverlies, zijn daar veel groter dan voor de grote ondernemingen die u eerder aan de rechterkant van de grafiek ziet. Er zijn een aantal verklaringen voor natuurlijk. Een eerste verklaring is dat in de zwaarst getroffen sectoren vooral veel kleine ondernemingen, vooral veel zelfstandigen actief zijn. Denk gewoon aan horeca bijvoorbeeld of denk aan de sector van evenementen. Een tweede verklaring is dat de grote ondernemingen meer of procentueel meer als essentiële onderneming zijn erkend geweest. Wat betekent heeft dat ze niet moeten sluiten hebben. Dus ook daarom is het omzetverlies van de grote ondernemingen wat kleiner dan van de kleine ondernemingen. Dus algemeen gesproken vallen de zwaarste klappen bij de kleinste ondernemingen en bij de zelfstandigen. Ik geef nu graag het woord aan Xavier. Ik weet niet of dat een foto van Xavier is dat u daar ziet. Het is in elk geval geen recente foto. Xavier, the floor is yours. Xavier, don't forget to unmute. Xavier, can you unmute your microphone, please? Désolé, bonjour à toutes et à tous. Erreur de novice, je n'avais pas mis mon microphone. Donc voilà, donc merci Geert. Les résultats que tu viens de présenter donnent effectivement une image saisissante des conséquences économiques de la réponse sanitaire à la pandémie de Covid-19. Des pans entiers de l'économie belge ont effectivement été mis à l'arrêt, tandis que la liberté de circulation de la population a été fortement limitée. Un tel choc, clairement, n'a absolument pas de précédent dans l'histoire économique moderne, tant par son intensité et sa soudaineté que par sa complexité. En effet, il s'agit d'un choc complexe car la crise touche à la fois l'offre, des entreprises sont en effet à l'arrêt et incapables de produire, et la demande, le confinement en effet contraint la capacité physique des gens à faire leurs achats. Et enfin, il y a aussi des chocs directs sur les prix eux-mêmes. L'effondrement des prix pétroliers en est l'exemple peut-être le plus frappant. Donc cette mise à l'arrêt de l'économie a posé des problèmes immédiats de liquidité aux entreprises. Elles ont été soudainement privées de leur chiffre d'affaires, mais aussi aux ménages. En effet, beaucoup d'indépendants et quelques 1 200 000 travailleurs ont été mis au chômage temporaire. La plupart des travailleurs ont pu rapidement bénéficier des revenus de remplacement associés à notre système de protection sociale, allocation de chômage et droits passerelles, mais dans le même temps, des mesures ont aussi été prises pour soulager la trésorerie des entreprises, notamment sous la forme de reports de charges ou de prêts couverts par une garantie d'État. La question brûlante est de savoir si ces mesures sont suffisantes pour éviter le stress de liquidité et que ce stress de liquidité ne se transforme finalement en problème de solvabilité, mettant ainsi en cause la survie d'entreprises qui sont ou qui étaient au début de la crise fondamentalement saines et rentables.
Permettre un tsunami de faillite reviendrait en effet à accepter des dommages permanents au potentiel productif de l'économie, et cela limiterait la capacité de notre économie à fournir les emplois à toutes celles et ceux qui peuvent et veulent travailler, créant de la sorte un sous-emploi persistant, sinon permanent. Pour juger de la nécessité de nouvelles mesures et de leur ampleur, il était donc impératif de développer une vision aussi plausible que possible des dégâts causés par le choc et des gains qu'il y aurait à aider davantage les entreprises et les citoyens à passer le cap de la crise sans risque excessif de perte permanente d'activité ou de revenus. Dans ce cadre, le défi à relever, c'est que la nature unique du choc empêche effectivement l'utilisation des modèles de prévision habituels. En effet, ces modèles se limitent pour l'essentiel à produire des extrapolations statistiques sur base de tendances du passé et sur base aussi d'informations relatives à des variables telles que le prix des matières premières ou les mesures de politique monétaire ou de politique budgétaire. L'approche que nous devons adopter doit donc se fonder sur une analyse de scénarios représentant les effets les plus plausibles de la pandémie sur l'activité économique. Le scénario formule donc une série d'hypothèses que le modèle statistique va simplement nous aider à organiser sur base des caractéristiques normales de l'économie belge. Par exemple, la perte d'activité durant le confinement, la durée de ce confinement et la dynamique de reprise doivent être imposées au modèle, alors que normalement le PIB et ses composantes seraient naturellement projetés par le modèle lui-même. Pour ce faire, la fine fleur des prévisionnistes de la BNB et du Bureau du Plan ont uni leurs forces, ce qui est rare, si pas unique, pour produire en un temps record le scénario que je vais maintenant vous décrire. Alors, trois questions principales ont guidé notre analyse. Est-ce que ça va faire mal? Et là, je vais tuer le suspense tout de suite. La réponse est oui, ça va faire extrêmement mal, et ça fait déjà extrêmement mal. Nous nous sommes ensuite demandé quels défis particuliers nous devions toujours garder à l'esprit dans l'élaboration de ce scénario et dans son interprétation. Tout d'abord, ce qui nous a frappé, c'est l'énorme incertitude, avec en fait de nombreux risques négatifs pesant sur ce scénario. Dans ce contexte, il faut éviter ce que j'appellerais la peur du vide et pouvoir accepter des valeurs extrêmes pour certains chiffres, comme par exemple la croissance économique. Il ne faut pas avoir peur des chiffres inédits. En même temps, il nous fallait aussi éviter ce que j'appellerais le pessimisme dépressif, où nous envisagerions quelque part un monde futur digne de Mad Max, si vous êtes assez âgé pour vous en souvenir. Le second défi pour nous était de garder toujours à l'esprit que toute action publique d'envergure resterait inévitablement contrainte par l'état de nos finances publiques. La troisième question qui nous a préoccupés dès le départ, bien sûr, tient à la forme de la reprise. Ce choc est temporaire, il y aura donc avec certitude une reprise. La grande incertitude, c'est de savoir quelle forme elle aura. Alors la forme de la reprise, vous savez, les économistes aiment bien l'exprimer sous forme d'une lettre, un V pour une reprise rapide, un U pour une dépression prolongée mais suivie d'une reprise ultimement, un W, dans ce cas-ci, nous avons une pandémie qui pourrait effectivement connaître plusieurs vagues d'infections et de contagions, et donc éventuellement un reconfinement, ou bien ce qu'on appellerait plutôt le Nike, hein, c'est Philippe Donnet du Bureau du Plan qui appelle ça ainsi, la reprise en Nike, c'est-à-dire qu'on a un effondrement au début suivi d'une reprise extrêmement lente. Alors concrètement, les hypothèses techniques de notre scénario sont les suivantes. Tout d'abord, un lockdown dure de 7 semaines avec une sortie envisagée pour le 4 mai. Et là, en fait, le 4 mai, on a eu de la chance parce que c'est ce qui s'est avéré être le bon pari. Ensuite, une perte d'activité durant le lockdown équivalente à un tiers de la valeur ajoutée générée par le secteur privé. Alors cet ordre de grandeur vient directement des enquêtes hebdomadaires réalisées sous la houlette de Geert et de son équipe et qu'il vient de vous présenter. Troisième hypothèse fondamentale, la reprise graduelle, mais je dois dire initialement assez vigoureuse, après la fin du lockdown, avec une convergence graduelle du produit intérieur brut en volume, donc réel, vers un niveau proche de celui qui aurait été, d'après le modèle, atteint s'il n'y avait pas eu de crise Covid-19. Cette convergence vers ce niveau hypothétique se produit vers la mi-2021,
Et le niveau de PIB réel vers lequel on converge est en fait inférieur de 2% au niveau hypothétique que nous aurions atteint sans ce choc. Alors, cette dynamique de propagation et de résorption du choc au cours de 2020 et 2021 reflète un certain nombre de considérations, notamment l'existence de ce que j'appellerais une demande réprimée, hein, pent-up demand, durant le lockdown. Les gens ne peuvent pas dépenser et donc la possibilité que les gens, dès que les magasins rouvrent, vont se précipiter pour acheter tout ce qu'ils ont été empêchés d'acheter. Deuxième considération, une levée relativement graduelle du lockdown, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas immédiatement les niveaux d'activité qui prévalaient avant la crise, avant le lockdown. Une remise en place graduelle des chaînes de valeur et des lignes de production, surtout maintenant vu les mesures sanitaires qu'il faut prendre sur les lieux de travail. Nous avons aussi considéré des effets de retour négatifs provenant du commerce international. En effet, l'économie belge est très ouverte et elle ne peut que souffrir de la faiblesse de la demande extérieure. N'oublions pas qu'il s'agit d'une pandémie, donc la demande extérieure est aussi affectée par ce choc. Et si vous voulez une image dramatique, si vous voulez, de cette situation, imaginez ce qui est en train de se passer pour le secteur de la frite surgelée. Enfin, nous avons supposé que les faillites et les pertes d'emplois qui n'auraient pas eu lieu en l'absence de crise vont inévitablement se produire. Cependant, comme je l'ai indiqué plus tôt, l'information disponible fin mars nous permettait de croire encore à une perte totale d'activité, somme toute assez modeste, hein, je vous l'ai dit, de l'ordre de 2%, et des destructions d'emplois qui ne représentaient qu'une fraction des chiffres qui ont été récemment publiés par la Banque nationale. On parlait de 180 000 pertes d'emplois, ce ne sont pas des chiffres que nous avions dans notre scénario initial. Alors, une autre hypothèse technique assez héroïque, je l'avoue, concerne l'évolution des prix. En effet, les prix ont été soumis à une combinaison très improbable de différentes pressions. Des pressions haussières, liées bien sûr aux contraintes d'offres et à l'interdiction notamment des promotions, et des pressions baissières, c'est-à-dire la chute des prix pétroliers contribue bien sûr à faire baisser l'inflation, de même que la faiblesse de la demande en général. Nous avons donc décidé, suite à ces pressions dans tous les sens, de ne pas laisser le modèle statistique ajuster l'inflation comme elle aurait normalement dû le faire dans une situation moins extrême. Enfin, faute d'informations fiables au moment de l'élaboration du scénario, nous n'avons pas introduit de mesures spécifiques de politique économique, comme par exemple les reports de charges ou les soutiens régionaux, la seule exception étant les mesures liées au chômage temporaire pour les salariés et aux droits passerelles pour les indépendants, parce qu'elles procèdent de ce que nous appelons en général les stabilisateurs automatiques, donc ce sont des réponses quasi-automatiques du budget à des développements dans l'économie, réactions qui ont pour but de stabiliser effectivement la situation, par exemple en fournissant des revenus de remplacement. Alors, le slide suivant, effectivement, vous montre des graphiques qui décrivent la trajectoire probable dans le cadre de ce scénario du produit intérieur brut. Donc, trajectoire du produit intérieur brut qui vous montre clairement une très profonde récession en 2020 sous la forme d'une contraction inédite, hein, de 8% par rapport à 2019. Et cette contraction est suivie d'un très vif rebond en 2021. Donc, clairement, on est dans le scénario du V pour le moment. Alors, le slide suivant vous donne en fait ce que j'aime appeler la courbe de récession, c'est-à-dire l'expression en termes nominaux de la perte de richesse cumulée suite à ce choc. Et nous voyons qu'elle est significative puisque d'ici à fin juin, l'économie aura essentiellement perdu 30 milliards d'activités, 45 milliards à la fin de l'année, 60 milliards à la fin de 2021. Ceci dit, le PIB étant, comme vous le savez, l'approximation la plus large de la base taxable, vous pouvez imaginer immédiatement les effets que cela va avoir sur les recettes de l'État. Alors, le slide suivant essaye de voir un peu l'impact du choc au niveau des ménages.
Et là, l'effet le plus peut-être le plus parlant, c'est la chute de la consommation qui se contracte de l'ordre de 5,5 à 6% en 2020, qui est elle aussi, tout comme le PIB, suivie d'une forte reprise en 2021. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de constater que le revenu disponible réel, même s'il se contracte légèrement en 2020, montre des variations qui sont d'un ordre très modeste, je vais dire, par rapport au produit intérieur brut, du fait notamment de l'efficacité des filets de sécurité sociale dans notre pays. Ceci, bien sûr, c'est du langage de macroéconomiste, c'est-à-dire c'est une image agrégée qu'il convient évidemment de nuancer au regard des milliers de situations individuelles qui peuvent être très contrastées, nous le savons. Alors la combinaison d'une consommation contrainte et d'un revenu globalement stable génère mécaniquement ce que j'appellerais une épargne forcée de l'ordre d'une bonne dizaine de milliards. Et c'est cette épargne forcée qui pourrait potentiellement se libérer lors du lockdown. En tout cas, c'est l'hypothèse qui prévaut dans le scénario, celle d'une reprise, quand même relativement rapide, dès l'élimination du lockdown. Alors le slide suivant vous montre en fait que la situation au niveau des entreprises est assez différente, puisque l'excédent brut d'exploitation subit de plein fouet l'effet du choc sur les chiffre d'affaires des entreprises. On parle ici aussi de nouveau de chiffres agrégés qui masquent de nouveau des réalités extrêmement différentes selon que certains secteurs ont structurellement des réserves de liquidités plus importantes ou selon aussi le fait que certains secteurs ont été plus directement ou moins directement affectés par le choc. Il suffit simplement de contraster la situation dans le secteur HoReCa avec celle qui prévaut dans la grande distribution. De nouveau, l'hypothèse technique sous-jacente est celle d'une reprise vigoureuse en 2021 et la question reste de savoir l'ampleur des mesures à mettre en œuvre pour éviter que le stress de liquidité lié au lockdown ne se mute en problème de solvabilité avec à la clé des faillites évitables d'entreprises saines et profitables. Le problème de l'approche de scénario est qu'il n'y a pas de possibilité de véritablement quantifier l'énorme incertitude, notamment au moyen de ce que les statisticiens appellent des intervalles de confiance. Donc l'évaluation des risques doit s'opérer en termes de tout ce qui pourrait objectivement invalider nos hypothèses, soit dans un sens négatif, soit dans un sens positif. À fin mars, tous les risques auxquels nous pouvions penser étaient des risques négatifs. Une épidémie difficile à contrôler ou des consommateurs affolés qui arrêtent tout simplement de consommer. Sans parler, bien sûr, du risque toujours présent d'une reprise de l'épidémie et d'un nouveau lockdown. Autre risque, des pertes d'activité plus importantes qu'initialement. Ceci dit, comme Geert vous l'a montré dans la première partie de l'exposé, ce risque ne s'est pas matérialisé. On est resté, durant les 7 ou 8 semaines, globalement à un niveau de pertes d'activité de l'ordre de 1 tiers, ce qui était l'hypothèse initiale. Les risques de faillite et de perte d'emploi permanente sont évidemment aussi, étaient déjà sur notre écran radar. Nous avons fait l'hypothèse technique qu'elle serait modeste, mais ce risque pour le moment, clairement au regard des derniers chiffres, a probablement grandi au cours de ces dernières semaines. Et enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau des prix? Le risque de déflation, si le consommateur est apeuré et hésite à reprendre le chemin des magasins et se met à épargner comme un hamster, mais aussi un risque d'inflation si des goulots d'étranglement au niveau de l'offre et des chaînes de valeur persistent. Et enfin, ne pas oublier la possibilité, bien sûr, l'économie belge étant ouverte, d'une dislocation beaucoup plus durable des chaînes de valeur internationales, ce qui est probablement en train de se passer pour le moment. Et donc, nous monitorons ça avec beaucoup d'attention. Alors, où en est-on aujourd'hui? Le graphe que vous voyez maintenant représente en fait les prévisions de croissance publiées par les différentes instances officielles ou privées, telles que des banques notamment. Alors, c'est toujours un petit peu difficile d'imaginer ce qui se passe sur un graphe avec un axe des abscisses et un axe des ordonnées, mais l'axe des X, hein, des abscisses, vous montre en fait pour un prévisionniste donné la croissance prévue en 2020. Et vous voyez, la plupart évidemment envisagent une récession, ça c'est clair. Et l'axe des ordonnées vous montre pour ce prévisionniste, hein, la reprise qui est prévue en 2021.
Alors, si votre prévision, c'est-à-dire le point sur le graphe, se situe au-dessus de la bande grise, vous êtes dans l'hypothèse d'un scénario en V, c'est-à-dire votre reprise en 2021 est suffisante pour au moins effacer les pertes subies en 2020. Notre scénario, publié le 8 avril, que vous voyez en bleu, c'est difficile évidemment de vous le décrire sans être physiquement présent, mais vous le repérez parce qu'on l'a identifié par l'acronyme NBB-FPB. Notre scénario publié le 8 avril était pile sur cette bande grise, donc on était vraiment à la limite, effectivement, du scénario en V. Ce scénario était un précurseur en envisageant évidemment une récession aussi profonde, mais depuis, les prévisions les plus récentes, identifiées par des points verts sur le graphe, ont eu tendance à converger vers une très forte contraction en 2020, ce qui était notre scénario, mais une reprise technique beaucoup plus modeste en 2021, c'est-à-dire en dessous de cette bande grise. Donc on est de plus en plus vers le Nike et de moins en moins vers le V. En d'autres termes, donc, les prévisionnistes ont tendance à se détourner de cette hypothèse d'une reprise en V, suggérant qu'il pourrait y avoir des dommages beaucoup plus permanents à l'économie, des traces beaucoup plus profondes laissées par ce choc. Et c'est à ce moment-ci que je repasse immédiatement la parole à Geert pour la suite des festivités. Inderdaad. We komen nu aan het derde deel van de webinar. Een kleine dienstmededeling vooraleer ik daaraan begin. Men vraagt ons of de slides beschikbaar zullen zijn. Ja, die zullen allemaal gepubliceerd worden op de website van de NBB. En hetzelfde geldt voor de recording van dit webinar. De permanente schade. Dus Xavier heeft daarnet heel mooi getoond dat, jammer genoeg, maar denk niet verbazend, dat de forecast geleidelijk aan weggaan van het idee dat er een soort V-vormig snel herstel zou zijn. En dat heeft natuurlijk alles te maken met inderdaad de persistente schade die de coronacrisis zou kunnen betekenen voor de Belgische economie. En in dit laatste deel wil ik jullie heel kort tonen wat daarvoor de kanalen zijn. En ik zou willen beginnen met de vaststelling die ik daarnet heb gemaakt, dat namelijk de economie geleidelijk aan weer heropent. Maar dat we zien dat het zakencijfer dat de ondernemingen ons rapporteren eigenlijk nog slechts heel weinig stijgt. Dat is misschien een kwestie van tijd en misschien moeten we wat meer geduld hebben om de economie opnieuw op gang te zien komen. Maar we bevragen de ondernemingen ook naar wat zijn de redenen dat jullie, of welke redenen denken jullie zijn belangrijk om het zakencijfer op dit moment nog laag te houden. En zoals u ziet zijn daar een heel aantal, bieden we verschillende vormen van antwoordmogelijkheden aan. Dus bijvoorbeeld problemen om social distancing in de praktijk te brengen, problemen met aanvoerlijnen, supply chain issues enzovoort, problemen met liquiditeit. We kunnen wel herstarten, maar we hebben niet de nodige liquiditeit om bijvoorbeeld intermediaire aankopen te doen. Problemen met personeel. We hebben problemen met de afwezigheid van personeel, absenteeisme enzovoort. Als u naar de grafiek kijkt, dan ziet u dat eigenlijk alles in het niets verzinkt bij dat eerste blokje daar, een slabakkende vraag. Dus het aanbod wordt geleidelijk aan hersteld, maar de vraag volgt pas met enige vertraging. Een tweede bekommernis heeft te maken met investeringen. Dus in een van onze enquêtes, we doen dat niet elke week, omdat we denken dat dat een eerder structureel gegeven is. Maar in een van onze enquêtes hebben we ook gevraagd naar de investeringen van ondernemingen. In welke mate zijn jullie van plan, gelet op de huidige onzekerheden, gelet op de huidige context enzovoort, om jullie investeringen uit te stellen? En overweldigend zeggen de ondernemingen ons dat zij inderdaad de investeringen gaan uitstellen. In ongeveer een derde, een klein derde, zegt dat zij dat later op het jaar of in 2021 gaan doen. Oké, dat is een klein uitstel. Wat betekent dat het herstel van de economie daar niet noodzakelijk heel veel hoeft onder te lijden. Maar een groter aandeel, en eigenlijk het grootste aandeel van de onderneming, zegt ons dat zij de investeringen gaan uitstellen sine die. Dus er is nog geen datum voorzien van wanneer zij dat eventueel zullen heroppikken. Dus
Dus dat is wel een reden tot bezorgdheid. En bijkomend daarbij is dat het eigenlijk, u ziet dat op de rechtergrafiek, dat het vooral de grote ondernemingen zijn die zeggen: we gaan onze ondernemingen uitstellen en we weten nog niet tot wanneer. Als je ervan uitgaat dat vooral de grote ondernemingen het macro-economisch beeld van de investeringen bepalen, is dat natuurlijk iets om mee te nemen in de scenario's of in de vooruitzichten die we voor het herstel zullen maken. In de aanloop naar de derde slide had ik ook een vliegtuig van Brussels Airlines kunnen nemen, maar ik heb er bewust voor gekozen om deze foto te nemen. Ik heb deze foto zelf genomen op zondagochtend. U ziet hier mijn favoriete bakkerij Annex Tea Room in Brussel. En u ziet dat de rolluiken gesloten zijn. Op normale zondagochtenden staan de mensen meters lang aan te schuiven voor gebak, pastéis, de nata enzovoort. Het is een Portugese bakkerij. Maar sinds een aantal weken is dat niet langer het geval. Om heel eerlijk te zijn, ik weet eigenlijk niet of dat gerelateerd is aan de coronacrisis. Maar je mag ervan uitgaan dat dat heel waarschijnlijk is, natuurlijk. Laat dat symbool staan voor de vele rolluiken die momenteel gesloten zijn in onze steden van kleine ondernemingen of kleine zelfstandigen. Die dus momenteel nog altijd eigenlijk in lockdown zijn en waar het lot onzeker is. Heel specifiek vragen we de ondernemingen in onze wekelijkse enquêtes ook naar hun overlevingskansen. Dat is een beetje een brutale vraag, maar voor ons toch wel nuttig. We vragen: denkt u dat het waarschijnlijk is, of zeer waarschijnlijk, dat u op korte termijn bankroet of failliet zult gaan? En u ziet dat dat voor de Belgische economie als geheel genomen nog meevalt, als u een faillissementsrisico van 7% vindt mee te vallen, maar dat er natuurlijk heel grote sectorvariatie in zit. Dus opnieuw zijn er een aantal ondernemingen in de minst getroffen sectoren die daar uiteraard heel goed op scoren. Er is bijvoorbeeld heel weinig faillissementsrisico in landbouw of in bouwbedrijven. Maar als je dan naar naar de linkerkant van de grafiek kijkt, dan kom je terug bij de sectoren die we daarnet al hebben opgenoemd. Horeca, alles wat met amusement en evenementen te maken heeft, die hebben uiteraard veel grotere faillissementsrisico's. En wat ons bijzonder bezorgd maakt, is dat die faillissementsrisico's eigenlijk stijgen. In onze laatste enquête, bijvoorbeeld die van vorige week, waarover gisteren het persbericht is uitgestuurd, is de faillissementskans van horeca, u ziet daar, bijna opgelopen tot 25%. En de faillissementskans van alles wat met entertainment en zo te maken heeft, bijna opgelopen tot 40%. Dus je moet zich dat goed voorstellen. Dat betekent dat 4 op de 10 ondernemingen die nu in de evenementenbranche actief zijn, ons zeggen dat zij het waarschijnlijk of zelfs heel waarschijnlijk niet gaan halen. Dat betekent dat 1 op 4 horecaondernemingen ons vertellen dat zij binnenkort waarschijnlijk of heel waarschijnlijk de boeken zullen moeten dichtdoen. Het gaat om percepties natuurlijk. Het is geen absolute wetenschap. Het gaat om percepties van ondernemingen. Maar dat zijn bijzonder hoge en bijzonder zorgwekkende cijfers voor bepaalde sectoren. Een tweede of een ander kanaal waarbij permanente schade kan ontstaan aan de economie is natuurlijk de werkloosheid. Dus wij hebben in België het systeem van tijdelijke werkloosheid, die als een heel goede, laten we zeggen, Xavier heeft de term daarnet gebruikt, automatische stabilisator werkt. Dus dat vermijdt dat mensen onmiddellijk in de werkloosheid terechtkomen. Ze blijven nog verbonden aan de onderneming. En ze worden, als de tijdelijke problemen zijn verdwenen, in principe terug geïntegreerd in de onderneming. In onze enquêtes vragen wij ook naar in welke mate dat in deze omstandigheden effectief het geval zal zijn. Dus we vragen heel concreet aan de ondernemingen: hoeveel van uw tijdelijke werklozen zult u opnieuw in de onderneming kunnen reïntegreren? Het zij via on-site werk, het zij via telewerk, maar in elk geval, hoeveel van die mensen zullen opnieuw tijdelijk aan de slag kunnen gaan? En dus, hoeveel van de tijdelijke werklozen zullen niet
tijdelijk aan de slag, zullen niet meer aan de slag kunnen gaan of zullen lopen het risico ontslagen te worden. En daar is de vaststelling dat de overgrote meerderheid, 80% ongeveer, van de tijdelijk werklozen inderdaad opnieuw aan de slag zal kunnen gaan. Maar dat betekent dus ook dat 20% van de huidige tijdelijke werklozen het risico loopt om ontslagen te worden. En opnieuw ziet u daar heel wat variatie rond het Belgisch gemiddelde op de rode lijn. En opnieuw zijn het natuurlijk de sectoren die op dit moment in de zwaarste problemen zitten, die ons signaleren dat zij in heel grote mate hun tijdelijke werklozen opnieuw, of liever niet langer aan de slag zullen kunnen houden en zullen moeten ontslaan. We hebben dat proberen kwantificeren in termen van duizenden mensen. U weet dat er wat statistische ruis zit op het aantal effectief tijdelijke werklozen momenteel. RVA krijgt zoveel dossiers binnen dat het eigenlijk tijd vraagt om dat allemaal grondig te verwerken en grondig te controleren. Maar als ik uitga van de schatting, de laatste officiële schatting van de RVA, van ongeveer 900.000 tijdelijk werklozen, dan betekent die 20% natuurlijk wel dat ongeveer 180.000 werknemers, en het gaat voor een goed begrip hier alleen over werknemers, hun baan zouden kunnen verliezen op heel korte termijn. Het stelsel van tijdelijke werkloosheid loopt op dit moment tot juni. Eind juni zijn gesprekken aan de gang om dat eventueel te verlengen. Maar per definitie is dat natuurlijk een tijdelijke maatregel waaraan ooit eens een einde zal moeten komen. En dus de job van 180.000 werknemers is in dat verband bedreigd. Als je dan ook nog de zelfstandigen daarbij gaat tellen, ik heb daarover geen grafiek gemaakt, maar u weet dat we ook aan zelfstandigen vragen wat is hun faillissementsrisico, dus zullen zij het redden of zullen zij het niet redden. Als je daar de waarschijnlijke faillissementen bij optelt, dan kom je eigenlijk al gauw tot 250.000 mensen dat zowel werknemers als zelfstandigen hun baan op korte termijn zou kunnen verliezen. Het zijn geen Amerikaanse cijfers, u weet dat het daar nog wel wat erger is natuurlijk, ook omdat de automatische stabilisatoren daar minder performant zijn dan in België. Maar het zijn natuurlijk wel cijfers waar je niet vrolijk van wordt en cijfers die we moeten meenemen in onze visie over een V, een W of eventueel zelfs een L-vormig herstel. De laatste slide spreekt eigenlijk een beetje voor zich. Uiteraard is er een grote correlatie tussen de ondernemingen die ons aangeven dat zij het niet zullen gaan halen, dat zij dus het risico lopen op faillissement, en de ondernemingen die aangeven dat inderdaad een groter deel van hun tijdelijke werklozen waarschijnlijk zal ontslagen moeten worden. Waarom toon ik jullie die slide? Dat is nogal evident. Als je failliet gaat, dan kan je geen werknemers meer in dienst houden. Maar ik wil gewoon aanknopen bij wat Xavier daarnet heeft gezegd. De overheid heeft in België, en de overheid niet alleen, maar ook de banken enzovoort, vrij snel gereageerd in termen van het voorzien van tijdelijk liquiditeitsmaatregelen. Dus men stelt allerlei zaken uit, belastingen, afbetalingen van leningen enzovoort enzovoort. Maar dat is niet voldoende. We zien dat ondernemingen zeggen van liquiditeitssituatie verbetert uiteraard. Ik heb het hier niet op slide gezet. Maar we blijven bezorgd om ons voorbestaan. Dus de tweede golf van maatregelen, en daar is men momenteel mee bezig, zal heel duidelijk moeten gericht zijn op het versterken van de solvabiliteit van ondernemingen. En het probleem daar is natuurlijk dat de begrotingsmiddelen niet eindeloos zijn. Vooral omdat we de crisis zijn ingegaan met een begroting die niet helemaal schitterend was om mee te beginnen, zoals u weet. En dat er dus bepaalde keuzes zullen moeten worden gemaakt. En het politieke gesprek of de politieke discussie daar is nu van welke ondernemingen kunnen we redden en welke ondernemingen kunnen we niet redden. Wat ik vanuit onze observaties kan zeggen, als er niets gebeurt, dan gaat er een faillissementsgolf over de Belgische economie rollen. De laatste slide is om wat reclame te maken voor ons volgend webinar. Nogmaals dank dat jullie zo massaal hebben afgestemd op dit webinar. Als jullie dat is bevallen of als jullie meer willen, dan kan ik jullie al afspraak geven op vrijdag 12 juni, waar we onze nieuwe vooruitzichten, dus we gaan verder gaan dan enkel een scenario opmaken, maar we gaan ook onze nieuwe vooruitzichten, zoals jullie van ons gewoon zijn, in de lente of in juni voorstellen.
voorstellen. Ik zal in goed gezelschap zijn, omdat gouverneur Pierre Wunsch heeft toegezegd om dat samen met mij te doen. Dus afspraak op 12 juni voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn voor de lenteprognoses van de bank. Ik denk dat het nu tijd is voor onze questions and answers. En ik geef misschien eerst het woord aan Xavier, terwijl ik kijk welke vragen mijn kant zijn uitgekomen. Oui, merci beaucoup Geert. En fait, on a eu, alors, on a reçu, pendant que tu parlais, je regardais un petit peu les questions. On a reçu jusqu'à présent 146 questions. Alors, j'ai pas encore eu le temps de les passer toutes en revue. Et on a un de nos équipiers là qui est en train de préparer un petit résumé. Mais fondamentalement, ce que j'ai pu voir au travers des questions que j'ai pu lire, c'est une inquiétude assez forte, clairement, par rapport à cette hypothèse d'une reprise en V. Et par rapport à l'existence, c'était la troisième partie de l'exposé que tu as faite, Geert, l'existence de dommages permanents à l'économie. Alors, il est clair qu'au moment où nous avons conçu ce scénario, il nous paraissait important, comme je l'ai dit, d'éviter d'une part de plonger dans un optimisme béat en disant que tout allait reprendre comme avant dès la levée du lockdown, et en même temps ne pas tomber dans un pessimisme noir qui allait nous amener à décrire une économie digne du film Mad Max à la suite de ce choc. Alors, on a essayé un équilibre, clairement, et c'était un certain nombre de questions nous demandaient, oui, mais est-ce que vous êtes vraiment dans le V ou pas? On est à la limite, hein, si vous regardez, enfin, vous aurez l'occasion peut-être de reconsulter le graphique que j'ai montré tout à l'heure. Clairement, le scénario BNB Bureau du Plan se trouvait sur la ligne grise, c'est-à-dire on est vraiment à la limite du V. C'est un V, mais pas un V super affirmé. Ok? Donc voilà, maintenant c'est clair que les nouvelles qui se sont accumulées au cours des dernières semaines en particulier laissent à penser que d'une part on aura effectivement des pertes permanentes qui pourraient être plus importantes, et ça c'est important, et donc la convergence peut-être se fera vraisemblablement se fera sur des niveaux de produit intérieur brut qui ne seront plus 2% en deçà du niveau hypothétique que l'on aurait observé sans crise, mais peut-être le double ou le triple de ça. On ne sait pas encore, on est en train d'y travailler, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. D'autre part, il y a aussi le gradualisme de cette reprise. Alors, notre scénario impliquait déjà, je crois, un degré très significatif de gradualisme dans cette reprise, mais honnêtement, le troisième trimestre était quand même synonyme de reprise très vigoureuse. Et donc là, je crois que ça devient de plus en plus c'est le point d'interrogation autour de cette hypothèse de reprise relativement vigoureuse dès le troisième trimestre. Les doutes existent, d'accord. Donc, par ailleurs, ce qui est assez étonnant dans les enquêtes, c'est quelque chose qu'un autre participant a noté. Ce qu'on voit dans les enquêtes, effectivement, c'est qu'en dépit de la levée du lockdown, on reste avec globalement des pertes agrégées de valeur ajoutée dans le secteur privé qui sont en fait assez proches de ce que l'on observait durant le confinement. Alors il y a des modifications bien sûr dans la composition sectorielle de ces pertes de chiffre d'affaires, mais globalement j'ai trouvé assez frappant en lisant le compte-rendu qui en a été fait hier, que effectivement la perte de pouvoir, la perte de chiffre d'affaires, la perte de valeur ajoutée reste assez énorme. Voilà. Maintenant, c'est tout ce que je peux dire a priori pour le moment. Suite à d'éventuelles questions additionnelles que j'obtiendrai de la part notamment de nos collaborateurs qui les monitorent, je te repasse la parole. Oké, bedankt Xavier. Ik word ook een beetje overspoeld door een groot aantal vragen.
Wat ik misschien kan afspreken is dat we een grotere selectie van de vragen gaan maken en dat we ook schriftelijk zullen antwoorden en die antwoorden ook publiceren op onze website. Als ik er misschien een aantal interessante vragen toch van mijn kant mag uitpikken, zijn een aantal mensen, onder andere mevrouw Dutordoir heb ik gezien, die vragen naar een mogelijk tweede golf van absenteeïsme. Dus ik heb u verteld dat we in het begin heel bezorgd waren over het feit dat ondernemingen gewoon zouden stilvallen omdat mensen niet meer komen opdagen. Nu natuurlijk met de tracking en tracing die momenteel op gang komt, is het zo dat mensen eventueel in quarantaine zullen moeten worden geplaatst omdat ze in contact zijn gekomen met een besmet persoon enzovoort. Dus het risico bestaat effectief dat er opnieuw een opstoot komt van het absenteeïsme in de ondernemingen. Nu, wij schatten dat eerder als klein in, net als de ondernemingen zelf trouwens. Je hebt gezien dat zij shortage of staff als een eerder klein risico beoordelen, maar het is wel iets dat je niet kan uitsluiten natuurlijk. Ik denk dat de situatie nu toch een beetje verschillend is in vergelijking met het begin, waar er hier en daar toch wel wat paniekreacties, zowel van werkgevers als werknemers waren, omdat we niet heel goed wisten waarmee we te maken hadden in het begin. Nu zijn we de heropstart of hebben we de heropstart kunnen voorbereiden in relatief ordelijke omstandigheden, dus met respect voor social distancing enzovoort. We merken ook, ik spreek u nu toe vanuit mijn logeerkamer, dat gebeurt ook niet zoveel, dus we merken ook de voordelen van thuiswerken en dat soort zaken. Dus ik denk dat proces nu wel wat ordelijker zal zijn dan wat we gezien hebben, zeg maar, in de tweede helft van maart. Maar helemaal kan je het risico natuurlijk niet uitsluiten. En dat brengt mij tot de volgende vraag. Heel wat mensen vragen van wat doen jullie met een mogelijke heropflakkering van het virus zelf? Dus de gezondheidsstatistieken die we elke dag om 11 uur krijgen, lijken nu de goede richting uit te gaan. Maar heel wat mensen zeggen ons, het is niet uitgesloten, misschien zelfs waarschijnlijk, dat het virus een soort comeback maakt in de herfst of in de winter van het jaar. Dat gaat natuurlijk heel bepalend zijn voor het herstel dat we zien in de komende kwartalen, zonder al te veel vooruit te willen lopen op het webinar van juni en op onze macro-economische prognoses, denk ik dat we ook daar misschien met een baseline scenario, dus een scenario waarbij het virus onder controle blijft, en dan misschien met een soort severe of adverse scenario gaan moeten werken waar dat niet het geval is. En dan zal je waarschijnlijk een veel trager herstel zien of misschien zelfs een W-vormig of een L-vormig herstel. Enfin, daar zover zijn we nog niet, maar dat is zeker iets wat we in de gaten moeten houden. En dan misschien een laatste vraag, want ik denk dat we stilaan onze tijd hebben opgebruikt. Een laatste vraag, diverse mensen vragen, of een voorlaatste, laat er mij nog twee uitpikken. Diverse mensen vragen ons ook, zijn er dan geen sectoren of ondernemingen die eigenlijk winnen bij de huidige crisis? Ja, die zijn er wel. Natuurlijk jammer genoeg niet zo talrijk. Maar als u naar de website kijkt, naar de gedetailleerde rekeningen van de heel fijnere sectoren, dan zult u daar af en toe tussen een zee van minnetjes ook wel een plusje zien. Bijvoorbeeld de landbouw zegt ons dat ze soms afhankelijk van de week een plusresultaat hebben. Vorige week was dat dan weer eerder negatief enzovoort. Er zijn ook mensen die verwijzen niet naar sectoren liever, maar naar bijvoorbeeld supermarkten, die uiteraard terecht vaststellen dat supermarkten deze dagen heel wat verkopen, een omzet sterk zien stijgen. Men spreekt daarover double digit numbers, 10-20%. Daarbij wil ik toch wel opmerken dat natuurlijk deels tijdelijk is. Men ziet dat mensen gaan hamsteren. Het voorbeeld van toiletpapier en de handzeep en dat soort zaken is bekend, denk ik. Maar dat betekent natuurlijk dat ze momenteel inkopen doen voor de komende misschien wel weken of maanden. Dus je mag die 10-20% die misschien in de omzetstatistieken van sommige supermarkten momenteel te zien is, je mag die natuurlijk niet gaan extrapoleren naar het hele jaar, omdat daar een groter deel hamsterverkopen zijn. Maar uiteraard, de supermarkten zijn in tegenstelling tot heel wat
andere kleinhandel, niet-voedingskleinhandel, opengebleven. Dus het is logisch dat die natuurlijk er iets beter voor staan dan de niet-voedingskleinhandel die dicht is gebleven. En dan de laatste vraag, die vraag wil ik niet ontwijken, omdat dat natuurlijk de vraag is die ons allemaal aanbelangt. Wie gaat dat allemaal betalen? Ik parafraseer nu een twintigtal vragen die in mijn richting zijn gekomen. Wie gaat uiteindelijk opdraaien voor de coronacrisis? Dus als ik de mechaniek van het scenario dat Xavier heeft getoond even mag herhalen. Dus er is een heel zware slag geweest voor de ondernemingen natuurlijk, die via hun omzet, dus ook in hun winststatistieken en hun toegevoegde waarden en zo, heel zwaar zijn geraakt. Je mag niet vergeten dat er ondanks alle stabilisatoren die in België gangbaar zijn, ook heel wat gezinnen zijn getroffen. Vaak gezinnen die in niet zo gereguleerde statuten vallen. Dat geeft mij trouwens de gelegenheid om te vermelden dat we naast de ondernemingsenquête ook een grote gezinsenquête via internet doen. Ik nodig jullie uit om daaraan deel te nemen, uiteraard. En daar proberen we ook de verliezen voor gezinnen in kaart te brengen. Wat we daaruit zien is dat er inderdaad heel wat kwetsbare gezinnen zijn die toch een groot inkomensverlies lijden. Onder andere bij de zelfstandigen, onder andere bij de jobstudenten, maar ook bij een aantal tijdelijk werklozen. Mensen die volledig tijdelijk werkloos zijn, hebben op dat vlak toch ook wel een grote inkomensverlies. Dus dat proberen we een beetje in kaart te brengen. Dus er zijn verliezen bij zowel ondernemingen als gezinnen. Maar misschien wel de grootste verliezer, en Xavier heeft het denk ik duidelijk benadrukt, is uiteraard de overheidssector. Al die steun aan ondernemingen en aan gezinnen moet betaald worden. En het resultaat daarvan zie je in de cijfers voor het begrotingstekort dat richting, zelfs in het scenario van Xavier, richting 10% gaat en uiteraard ook in de overheidsschuld. Vanzelfsprekend is dat niet houdbaar. Je kan niet elk jaar een tekort van 10% hebben. En men moet heel grondig nadenken over de tijdelijkheid van de genomen maatregelen, maar ook over de gerichtheid daarvan. Dus het moet heel duidelijk gericht zijn op gezinnen, ondernemingen die steun nodig hebben. En zoals ik daarnet zei, moeilijke keuzes zullen in dat verband moeten worden gemaakt. Dat brengt mij terug tot de eigenlijke vraag: wie gaat daarvoor betalen? Wel, ik vrees, zowel u als ik, de belasting zullen mogelijk stijgen volgend jaar. Dus de coronafactuur zal op een of andere manier moeten betaald worden. Het lijkt mij niet houdbaar dat we de Belgische overheidsfinanciën structureel laten ontsporen. Dat er een tijdelijke ingreep is natuurlijk om de coronacrisis te bestrijden, dat is wenselijk. De gouverneur heeft dat heel duidelijk benadrukt. Maar als de crisis gedaan is, zal men uiteraard terug moeten gaan naar gezonde overheidsfinanciën. En zoals u weet was daar nog wat structureel werk voor de boeg, zelfs vooraleer de coronacrisis heeft toegeslaan. Dus ik vermoed dat er hier en daar toch wel wat uitgaven zullen dalen en hier en daar misschien wel wat belastingen zullen stijgen in de komende jaren. Dus het antwoord is, wie zal dat betalen? Wel, ik vrees alle Belgen, lijkt mij. Op deze noot zou ik willen afsluiten, tenzij mijn collega's mij nog iets anders signaleren. Ik denk dat dat niet het geval is. Dus jullie zijn uitgenodigd voor ons volgend seminarie op 12 juni, opnieuw om 1 uur, waar ik dus met de gouverneur de prognoses van de Nationale Bank tot 2022 graag met u zal delen. Dank u wel in naam van Xavier en in naam van alle anderen in de back office om zo massaal aan ons webinar deel te nemen. Dank u wel en tot de volgende keer.